droogtere opslagen krijgen binnenkort een nieuw viaduct. De N377 wordt namelijk verhoogd zodat de weg richting Demersvaart zonder oversteek mogelijk is. Het is een onderdeel van de uitgebreide Vechtelverbinding. De komst van een viaduct is volgens Hans Boezenkool van streekbelang droogtere opslagen hard nodig. Op deze weg, zegt Hans, wordt ontzettend hard gereden. We hebben hier nogal wat akkerbouwers zitten en de combinaties met aanhangers draaien hier op en af. Na zoveel jaren en 17 dodelijke slachtoffers wordt het tijd dat hier iets aan gedaan wordt. Vandaar dat we blij zijn met de bouw van het nieuwe viaduct bij Drochter Opslagen. In totaal kost de Vechtdalverbinding 200 miljoen euro. Daar vallen ook onder andere projecten rondom de N340 en de N48 en de N377 naar Zwolle, Ommen, Hardenberg en omgekeerd om. Hoeveel geld het nieuwe viaduct van de 200 miljoen euro in beslag neemt, is onduidelijk. De provincie Overijssel zal de meeste kosten voor haar rekening nemen.